Het verkeer is nog steeds gestremd op de Schokkerringweg tussen Nagelen en Ens. Afgelopen maandag kantelde daar een vrachtwagen, een tankwagen, waardoor er duizenden liters brandstof op de weg belanden. Ja. De weg die blijft nog zeker een week dicht. En onze verslaggever Marvin Hopp die is daar nu. Marvin, waarom blijft die weg zo lang dicht? Nou ja, dat komt omdat het opruimen van het brandstof wat hier over de weg is gegaan nog veel langer duurt dan... het duurt gewoon ontzettend lang. En ik moet ook zeggen, het ruikt hier een beetje ook alsof je op een tankstation staat, alsof je loopt te tanken. En nou ja, ik kan je vertellen, hier in de buurt is echt even geen tankstation te vinden. Ja, en degene die nog meer weet van wat hier allemaal speelt momenteel, dat is René van der Wouden. U bent de wegbeheerder hier in de gemeente Noordoostpolder. Ja. Ik kan me voorstellen, hè, als er een ongeluk gebeurt, dan is de weg een paar uur dicht. Ook als de benzine lekt, is de weg een paar uur dicht. Maar is het normaal dat de weg gewoon eigenlijk een week lang dicht blijft? Ja, nou kijk, er is een 28.000 liter brandstof is er vrijgekomen bij het ongeval. En dat is een aanzienlijke hoeveelheid. En dat is hier allemaal in de trein gekomen. Dus op de weg, maar ook in de bermen en in de watergangen. Dat dient allemaal gesaneerd te worden. En er zijn allemaal wet- en regelgeving voor. Dus ja, dat gaat behoorlijk wat tijd kosten. Een flinke klus dus ook? Ja, behoorlijk, ja. En wat gaat er vandaag nog gebeuren hier? Nou ja, wat je nu ziet is dat de kranen bezig zijn om de grond te ontgraven, om de vervuilde grond eruit te halen. Ja, dat dient laagje voor laagje te gebeuren om te kijken van tot hoever de vervuiling precies zit. Dat zal vandaag gedaan worden. Ja. En de rest van de week, hoe gaat dat eruit zien? Nou, we moeten dus eerst de vervuilde grond moeten we eruit halen. Op het moment dat die vervuilde grond er is uitgehaald, dan zal het heel nauwkeurig bemonsterd worden. Om te kijken of het ook daadwerkelijk schoon is. Op het moment dat het daadwerkelijk schoon is, ja, dan kunnen we ook weer gaan aanvullen met schone grond. En vervolgens hebben we ook nog de weg, dus de asfaltconstructie. Ja, want hoe staat het daarmee? Nou, zoals het nu lijkt zit het in ieder geval niet onder de constructie en dat is voor ons wel positief. Alleen door de olie die in de brandstof zitten, ja, is de toplaag wel aangetast. En dienen we sowieso de toplaag opnieuw aan te brengen. Ja, en dat duurt toch wel even dus? Ja, klopt. Ja. Ja, meneer Van der Wouden, dank u wel voor uw tijd en uw uitleg. Ja, en er is ook een omleidingsroute ingesteld vanaf Ens ook richting Nagelen. En die gaat, je kan dus gebruik maken van de N716, de Nagelerweg, en ook de N50. En er kan eventueel ook nog omgereden worden via de A6, totdat de weg weer open is. En dat zal minimaal volgende week zijn. Marvin Hopp, dank je wel.